GJT Meerburg Zoeterwoude viert 100-jarig bestaan. Monumentale wokkel teruggeplaatst bij Meelfabriek. En Smart Building geopend naast Leiden Centraal. Dit is Unity. Met het nieuws van Sleutelstad. Het weekoverzicht met het nieuws van Sleutelstad. Joyce van Meurs. Welkom bij het weekoverzicht met het nieuws van Sleutelstad. Een week geleden kwam het bericht naar buiten dat de politie in Leiden veel meldingen had gekregen van aanrandingen en zelfs van een verkrachting. Voor Gwen Perotti van de Leidse Top 50 was het aanleiding een protestbijeenkomst te organiseren. Dat gebeurde vorige week zaterdag. 1, 2, 3, 4! We willen geen verkrachters hier! 5, 6, 7, 8! Gooi die mannen in de gracht! 1, 2, 3, 4! We willen geen verkrachters hier! It's not what we want. We don't want to be approached. We want to just get on with our day. We should be able to walk from one place to another without being stopped and approached by drunk people or men all the time. Iedere overschrijding is er 10 te veel. Eén verkrachting is 100 te veel. Dat past niet in een stad die inclusief is, die veilig wil zijn. Nee is nee! Nee is nee! Nee is nee! Nee is nee! Mannen, steek je vrienden aan. Want het begint al bij een opmerking. Het begint al bij denigreren doen. Het begint al bij iemand als minder zien, iemand als object zien. En nou ja, het eindigt dus bij dat soort gewoon gruwelijke gebeurtenissen. Our streets! Our streets! Gymnastiek, jazz en turnvereniging Meerburg Zoeterwoude bestaat dit jaar 100 jaar. Dat vierden leden, oud-leden en geïnteresseerden vorige week zaterdag uitgebreid in Centrum De Eendekooi in Zoeterwoude-Rijdijk. Na een groepsdans werd het jubileum gevierd met koffie, limonade, taart en gezelligheid. 'S Avonds werd de dag afgesloten met een groot feest voor alle leden van de club. Gym, jazz en turnvereniging Meerburg bestaat 100 jaar. En dat vierde de Zoeterwoudse club zaterdag uitgebreid. We zijn vandaag begonnen met de openingsdans. Een dans gemaakt door de jazzgroep, maar alle turners, gimmers, freerunners. Iedereen had ervoor geoefend, dus dat was heel leuk om te zien. Echt een spetterend, het is feest. Ja, nou dat is het ook echt. Dan zijn ze nu allemaal aan het gebak. En koffie en thee en limonade. En hebben een hele middag met spelletjesmiddag, maar ook met fotoboot. Ze kunnen in de gymzaal uiteraard gimmen. Gesminkt, ballonnen, popcorn. Je kan het zo gek niet verdenken, een hele middag vol. Die middag werd opgesierd met cadeaus en mooie woorden van burgemeester Fred van Tricht. En ook het bondsbestuur kwam op het jubileum af. We hebben ongeveer 900 verenigingen in Nederland. Maar per jaar zijn er misschien 3, 4, hooguit 15, 100 jaar bestaan. Dus het feit dat je 100 jaar weet te overleven met alles wat ertussen zit. De oorlog ertussen, de corona, alles en nog wat. En niet alleen overleeft, maar zo goed functioneert, is echt bijzonder. Waarom is een turnvereniging belangrijk voor een gemeente? Om allerlei redenen. Uiteraard omdat bewegen heel belangrijk is. En je ziet gewoon dat gezondheid vaak begint met heel vroeg gaan sporten en dat zo lang mogelijk volhouden. Maar ook omdat, en dat zie ik hier ook, omdat het families samenbrengt. Omdat het voor de vereniging als het ware een soort clubhuis is van een gemeente. En men leert elkaar er kennen, er komen huwelijken uit, er komen ook weer kinderen uit. Het is heel belangrijk voor de samenhang van een gemeente, denk ik. Ook de KNGU kwam niet met lege handen naar het feest. Herman Ram overhandigde een speciale vlag aan Meerburg-voorzitter Astrid Koenen. De vlag is van Dutch Gymnastics. Dat is de moderne term eigenlijk voor de Nederlandse gymnastiek. En dat is eigenlijk bedoeld om alle verenigingen in Nederland toch een soort gezamenlijk gevoel te geven. Wij zijn één grote familie, is de gedachte. En daar hoort de vlag een beetje bij. En hoe ziet de toekomst van die familie eruit? We zijn op dit moment echt een bloeiende vereniging. 330 leden of iets dergelijks. We zijn steeds groeiende. We zoeken eigenlijk altijd de kansen die er zijn. Maar zijn ook wel wat afhankelijk of we voldoende leiding vinden. Dus niet specifiek plannen. Vooral lekker doorgaan. Blijven trainen met turnen, wedstrijden. Proberen steeds hoger te komen. Jazzdanswedstrijden misschien in de toekomst. Dus ja, op die manier zijn we zeker druk bezig. Maar eerst werd zaterdag nog eens een taartje gegeten op 100 jaar Meerburg. Vroeger werd het spiraalvormige metalen gevaarte gebruikt om zakken meel snel en gemakkelijk van boven naar beneden te brengen. En nu staat de SUL weer in het meelbakhuis. Maar dit keer als monumentaal stuk geschiedenis. De SUL, ook wel de wokkel genoemd, werd maandagochtend in de meelfabriek in Leiden op zijn plek gehesen.
Hij is 13,5 meter lang, 1700 kilo zwaar en knalgeel. Het is de monumentale Sul, of Wokkel, in het voormalige meelpakhuis bij de Leidse Meelfabriek die maandagochtend werd geplaatst. Waar het vroeger volop dagelijks werd gebruikt, is het nu teruggeplaatst als kenmerkend monument. De Wokkel werd gebruikt om meelzakken van boven naar beneden te laten glijden. Want dat scheelde een hoop sjouwwerk. Dan gooiden ze beneden, bovenop en dat gleed naar beneden. Het was in twee banen en die gingen zo om elkaar naar beneden. En hij is teruggeplaatst in het Rijksmonument. Omdat we dat helemaal aan het opknappen zijn. En het is bijna gereed om in te wonen. En dit is een mooi onderdeel van het trappenhuis geworden. De Wokkel ziet er nu heel anders uit dan vroeger. Maar het is wel de originele Wokkel die vroeger werd gebruikt. Ja, het is de originele Sul. En in de loop van de tijd is die geroest. En is die ook geschilderd. En is die veranderd. Dus we hebben gekeken van wat gaan we ermee doen? Hoe kan je hem terugbrengen? Originele staat, welke periode dan van de originele staat? Op het eind was die heel erg geroest, dus hij moest sowieso helemaal kaal gehaald worden. En toen moest er een kleur overheen komen, een coating. En Studio Akkerhuis, de architect, heeft gezegd, we kiezen voor geel. Om het echt, gewoon een opvallend onderdeel van dit meelpakhuis te laten zijn. Het is komen te staan in het trappenhuis, wat helemaal van beton is. Ja, dat is heel erg grijs. Als je het dan naar de staalkleur van vroeger terug zou halen, zou het wegvallen en nu knalt hij eruit. De Sul is dus weer terug in het meelpakhuis. En dit keer hoeft hij niet meer gebruikt te worden. Nou, niet voor de meelzakken. En ik kan geen garantie geven, maar het is ook niet de bedoeling om er verder waszakken of als glijbaan te gaan gebruiken. Dus het is vooral als decoratief ding wat erin blijft staan en om de verhalen door te blijven vertellen. Daarvoor wordt hij gebruikt. Bij The Field in Leiden is deze week een smart building geopend. Een voorbeeldwoning met allerlei nieuwe, geavanceerde, slimme technologieën. Het appartement is makkelijk op en af te bouwen. Het stond de afgelopen jaren in Diergaarde-Blijdorp en is nu verplaatst naar Leiden. Bij The Field in Leiden is maandagmiddag een smart building geopend. Het is een voorbeeldwoning waar met nieuwe, slimme technologieën wordt geëxperimenteerd. De smart building is de doorontwikkeling van een onderdeel van de Dutch Windmill. De Dutch Windmill is een project die is in Rotterdam ontstaan een jaar of 5 geleden. En daarvoor hebben we met een heleboel partners een module van dat gebouw ontwikkeld. Vanuit de principes van circulair en biobased bouwen. Een van die smart technologies die toegevoegd is aan het appartement is dat het makkelijk op of af te bouwen is. Zo stond het gebouw eerst in Rotterdam en nu dus in Leiden. Hier bij The Field zijn we eigenlijk altijd op zoek naar innovaties rondom duurzaamheid of circulair bouwen. En van een van onze start-ups hier in Leiden, Quantified, hoorden we over dit gebouw in Blijdorp. Een heel futureproof en iconisch gebouw wat eigenlijk een voorbeeld zou moeten zijn voor het wonen van de toekomst. Maar in Blijdorp stond het in de dierentuin. Daar werd niet zoveel gedaan rondom circulair pionieren. Wat hier bij The Field wel wordt gedaan. Dus daarom wilden ze graag eigenlijk het gebouw verhuizen naar Leiden. En ook als experiment om te kijken hoe werkt dat nou. Het is een demontabel gebouwd gebouw. Maar hoe werkt het nou echt om dat volledig uit elkaar te halen en weer op te bouwen in Leiden. Wethouder Yvonne van Delft is blij met de komst van de smart building. Volgens de wethouder is dit gebouw het voorbeeld dat laat zien dat circulaire technologie mogelijk is. Ik hoor vaak van allemaal moeilijk en lastig. Hier zien we mensen die dit gedaan hebben en die laten zien dat het kan. En zeker ook in combinatie met het onderwijs, met het MBO CIF Smart Technology, die draagt hier ook aan bij. Die hebben allerlei sensortechnologie waarin je in het gebouwtje zelf de toepassing kan zien. We hebben net gezien dat er allerlei zonnepanelen zijn, vloeren die energie opwekken. Dus het is eigenlijk gewoon een levend laboratorium waarin je kunt zien hoe circulaire economie eruit ziet. De eerste Leidse experimenten worden al uitgevoerd in de smart building. Nou, we zijn nu een eerste samenwerking gestart met studenten van het MBO Rijnland, van het CIF Smart Technology, die een aantal projecten daar gaan uitvoeren rondom installatiewerk, maar ook rondom digitalisering of software development. Maar we hopen dat uiteindelijk alle lagen van het onderwijs er ook aan de slag gaan. En daarnaast eigenlijk iedereen die samen met ons daar het huis van de toekomst voor wil maken, die is welkom. De Field is een tijdelijk paviljoen. Zolang ze op deze locatie kunnen blijven staan, blijft ook de smart building op deze plek. Dit is Unity.
Volg al het nieuws dagelijks op sleutelstad.nl en via onze gratis app. Download de Sleutelstad-app via Google Play en Apple Store. Met het nieuws van Sleutelstad. De pop-up winkel voor vrijwilligers en vrijwilligerswerk in Oostgeest heeft een nieuwe naam. In de passage van winkelcentrum Langevoort opende dinsdag Café Dorpskracht. Oostgeest heeft al een tal van vrijwilligersorganisaties. Om de vrijwilligers en de organisaties te verbinden, opende deze week Café Dorpskracht haar deuren. Deze is te vinden in winkelcentrum Langevoort. Nou, het zijn eigenlijk 31 Oostgeester zorg- en welzijnsorganisaties die hier aan meewerken, het NVOO-netwerk. We runnen ook met z'n allen de winkel, dus elke dag is er een andere bezetting en kan je kennis maken. Maar zonder deze organisaties en de hulp ervan kan ik het niet doen vanuit Dorpskracht. Het café opent ieder jaar één keer haar deuren. Dit jaar worden er nieuwe onderdelen geïntroduceerd. Wat er anders is, is dat we in de ochtenden ook workshops organiseren. En nu bijvoorbeeld in de middag soms ook activiteiten, zoals de EHBO vandaag. En we hebben een caféfunctie die wordt gerund door de mensen van het Jortum, die dat heel erg leuk vinden. Het café heeft al vele Oostgeestenaren en organisaties kunnen helpen. Ik heb twee keer daarstraks een dame gehad die oprecht geïnteresseerd waren. Dus die zeiden ook van nou, we gaan de website even bekijken. We hebben gegevens uitgewisseld. Ik heb van een andere dame die langsliep zelf ook weer een tip gekregen. Over een organisatie die wij als Vitalis Maatjes dan weer kunnen benaderen. Om ja, ons aanbod onder de aandacht te brengen. Dus dat is een hele mooie wisselwerking. Het is fantastisch en mooi om vrijwilligers te werven en wij hebben dat ook heel erg nodig. En voornamelijk hebben wij een webmaster nodig. Daarvoor zijn we hier ook een beetje, maar ook om een demonstratie te geven om te reanimeren. Ja, wat voor impact het heeft en dat je mensenleven kan redden hierdoor. Het vrijwilligerscafé lijkt zijn vruchten af te werpen en blijft daarom ook nodig. De mensen komen echt zo gericht binnen. Bijvoorbeeld mensen die net of binnenkort met pensioen gaan en aan het oriënteren zijn. Of mensen die eigenlijk niet weten waar ze terecht kunnen bij welke organisatie. Of juist kennis willen maken met een organisatie. Wat mij betreft blijft het nodig. Café Dorpskracht blijft deze week nog open tot komende vrijdag. Tijdens de meeste geschiedenislessen gebruikt de meester of juf een dik boek en een eindeloze hoeveelheid PowerPoint-presentaties om alles uit te leggen. Maar meester Daniel niet. Zijn lessen bestaan uit honderden Lego-poppetjes. Het begon allemaal met één Romeins Lego-poppetje. Omdat meester Pons op een andere manier de les wilde beginnen. Toen heb ik een minifiguurtje meegenomen om het Romeinse legioen te introduceren. En dat sloeg heel erg aan. Cool, eigenlijk. Het is ook wel grappig, want dan geef je les met speelgoed. En wat ook gewoon een beetje leerzaam is. Maar het bleef niet bij dat ene figuurtje. En toen nog een keer, toen zei ja, maar meester, nu moet je ze wel gewoon in de klas gaan zetten, want het is wel leuk om te onthouden. En dat is naar 30 gegaan, naar 50, naar 72 en nu bijna 120. Dus het is een beetje uit de hand gelopen. Meester Pons heeft ook een website waar de figuren op staan en waar hij dieper de geschiedenis induikt. Door de minifiguren gaat de geschiedenis echt leven. Dat boek, dan, ja, daar leer je niet superveel van. Hier leer je superveel van de geschiedenisdingen. Meester Ponsen stelt bijna al zijn minifiguren zelf samen. Dus dat betekent dat hij eindeloos op zoek is naar onderdelen voor zijn historische poppetjes. Soms een onderdeeltje laten drukken, maar dat is eindeloos zoeken naar het perfecte stukje om het figuurtje zo goed mogelijk te laten lijken. Julian vindt alle figuren prachtig. Maar Sarah en Ruben hebben echt een favoriet. Mij moet dat dan wel zijn Anne Frank, die vind ik wel heel mooi gemaakt. Er was een levensgevaarlijke cowboy en die was pas 17, daarom Billy the Kid. De passie van meester Ponsen is niet onopgemerkt gebleven. Behalve dat de leerlingen enthousiast zijn, gaat hij een speciale collectie maken voor het Museum van Oudheden in Leiden. Dus dat wordt nog heel spannend en dat komt ook weer allemaal op de site erbij. En dat komt ja, speciaal voor het Rijksmuseum van Oudheden. De speeltuin aan de Dwarstocht in Leiderdorp is gerenoveerd. Samen met de omwonenden is een mooi plan voor de inrichting gemaakt. Een aantal buurtbewoners gaat ook meehelpen bij klein onderhoud, ondersteund door de gemeente. De speeltuin werd woensdagmiddag geopend. De speeltuin aan de Dwarstocht in Leiderdorp is gerenoveerd. De speeltuin was na jaren gebruik toe aan een opknapbeurt.
Wethouder Gepke van Gaal mocht woensdagmiddag de speeltuin officieel openen. Nou, er zijn ongeveer 100 speeltuinen die we hebben in Leiderdorp. En die om de zoveel tijd gerenoveerd worden, vernieuwd worden. En deze was ook toe aan vernieuwing. En toen is er ook, en dat is het leuke denk ik van, van deze vernieuwing, met de buurt heel goed samengewerkt om te kijken wat wil de buurt, op wat voor manier. Bijvoorbeeld, je ziet hier de groene aanleg. Die is ook echt wel met behulp en dankzij de buurt op deze manier aangelegd. Ze hebben dus ja, op een hele goede manier samengewerkt met de gemeente. De inrichting van de speeltuin is mede dankzij de omwonenden tot stand gekomen. We hebben eerst de kinderen gevraagd, allemaal via een briefje en later de ouders. Een van de grootste wensen was voetballen, op welke manier dan ook. Toen heb ik gevraagd, kan er dan een pannenveldje in? Dat kon in eerste instantie niet. Ouders waren er ook niet altijd voor. Angst dat de ballen de tuin in zouden vliegen. Uiteindelijk is het pannenveldje er wel gekomen zoals je ziet. En het tuimelrek achterin, dat was voor veel, vooral meisjes, heel belangrijk. Nou, dat waren de twee belangrijkste dingen. Verder is er niet eens zo gek veel veranderd. Hè? De tafeltennistafel stond er al, de wipkip stond er, het klimrek. Een aantal buurtbewoners zal de gemeente helpen met het klein onderhoud. In principe blijft de gemeente verantwoordelijk voor onderhoud. Maar we hebben wel met de gemeente afgesproken dat ook de buurtbewoners bijdragen aan onderhoud, wieden, sproeien, vuil opruimen enzovoorts. We hebben een app gemaakt, speeltuin-app. En als er iets moet gebeuren, dan roepen we de mensen op die willen klussen of willen schoonmaken of willen een groen onderhoud wel doen. We zullen zien of dat in de toekomst werkt, maar ik heb er goede hoop op. De speeltuin valt gelijk in de smaak bij de kinderen. En om al die blije gezichten te zien, doet de wethouder goed. Ja, leuk. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ik heb 2 kinderen van 11 en ik ben heel veel in speeltuinen geweest. En weet hoe fijn en belangrijk het is en hoe blij kinderen ervan kunnen worden. En ja, ook de ontmoeting met de andere kinderen is denk ik een hele fijne plek om te zijn. Met de hulp van de buurtbewoners zal deze speeltuin nog voor een lange tijd zorgen voor blije gezichten. Het circulair warenhuis aan de Nachtegaallaan in Leiden opende donderdagmiddag haar deuren voor bezoekers. De medewerkers namen de bezoekers mee in de wereld van het hergebruiken van hout, glas en keramiek. Dit gebeurde in het kader van de Week van de Circulaire Economie. Het is de Week van de Circulaire Economie. De week waarin het gebruiken en hergebruiken van grondstoffen centraal staat. In het kader van deze week organiseerde het Circulair Warenhuis aan de Nachtegaallaan in Leiden donderdagmiddag een exclusief kijkje achter de schermen. Nou, hier hebben wij een houtwerkplaats waar we van oude afgedankte meubels het hout eruit redden en daar weer mooie nieuwe designmeubels op maat van maken. En we hebben een keramiekwerkplaats waar we oud afgedankte keramiek weer opnieuw bruikbaar maken door bijvoorbeeld de zandstralen, maar ook kapot keramiek verwerken we weer tot terrazzo waar we bijvoorbeeld nieuwe aanrechtbladen mee maken. En heel veel glas wat verweest is en wordt ingeleverd wordt bij kringloopwinkels. Daar proberen we weer sets van te maken door middel van te graveren, zodat mensen niet een nieuw doosje van 6 wijnglazen hoeven te kopen, maar bijvoorbeeld een mooi setje van gebruikte wijnglazen die weer allemaal gegraveerd zijn met bijvoorbeeld Leidse Stadspoorten. Met een kijkje achter de schermen wil het Circulair Warenhuis laten zien hoe dichtbij de circulaire economie bij de inwoner staat. Omdat ik denk dat circulaire economie voor veel mensen een soort van abstract begrip is, een beetje ver van je bedshow. En we willen eigenlijk laten zien dat het heel dichtbij is en dat het iets is wat we met z'n allen doen, juist ook op lokaal niveau, met de mensen in de stad, voor mensen in de stad. Volgens Martijn is circulaire economie van groot belang. Omdat we hoe we de lineaire economie, zoals je dat noemt, nu hebben ingericht, we enorm veel grondstoffen eenmalig gebruiken en eigenlijk de planeet daarmee uitputten. En we gooien heel veel materiaal weg, omdat de spullen dan eindlevensduur zijn. En eigenlijk willen wij laten zien dat je van dat afval eigenlijk geen afval is, maar een nieuwe grondstof om weer dingen mee te maken. Dus dat je niet de natuur hoeft verder uit te putten, maar dat je van wat je wegdoet juist weer nieuwe dingen kan maken. Aan het einde van de rondleiding konden de bezoekers zelf de handen uit de mouwen steken tijdens een workshop glas graveren. De glazen mochten ook mee naar huis. Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart organiseert het Oranje Fonds voor de 20ste keer NL Doet. Ook Leiderdorp doet mee. Op verschillende plekken in het dorp gaan vrijwilligers aan de slag en ook burgemeester Tjarda Struik steekt de handen uit de mouwen en helpt een handje mee. Dat deed ze bijvoorbeeld bij de Willem de Zwijgerschool. Deze vrijdag en zaterdag worden in het hele land de handen uit de mouwen gestoken.
Het zijn de dagen van NL Doet, de grootste vrijwilligersactie van het land. Bij de Willem de Zwijger School in Leiderdorp werd ook hard gewerkt. De leerlingen gingen samen met burgemeester Charda Struik aan de slag op het schoolplein. Nou, zoals wij het al een paar jaar doen op de NL Doetdag, is de zogenaamde snipperdag. Het is geen vrije dag, maar we gaan allemaal houtsnippers over de natuurlijke speelgedeeltes verspreiden. En dat doen we met alle groepen. En de burgemeester heeft ook een gedeelte meegeholpen met snippers wegbrengen en aanharken en vegen. Het is voor burgemeester Struik dit jaar voor het eerst dat ze meedoet aan NL Doet als burgemeester. Ja, ik vind het fantastisch. Goede reden om met andere mensen, verschillende mensen in gesprek te zijn. Gewoon hele onverwachte, spontane momenten. En die kinderen bijvoorbeeld nu hier, ja, die zijn lekker ongepolijst. Dus dat vind ik gewoon heel fijn. De burgemeester vindt het van groot belang om de vrijwilligers te steunen tijdens NL Doet. NL Doet vind ik gewoon heel erg belangrijk om te steunen. Want allemaal vrijwilligers die zijn hier handen uit de mouw aan het steken voor allemaal mooie initiatieven in Leiderdorp. En dan doe ik overal een klein beetje mee, maar eigenlijk doen die vrijwilligers het. En ik laat gewoon zien hiermee dat ik het belangrijk vind en ik draag een steentje hieraan bij. Een heleboel dingen denken we op te kunnen lossen door ervoor te betalen. Maar ook een heleboel dingen kunnen we gewoon uit de gemeenschap halen. Omdat we het fijn vinden om elkaar te helpen. Om het samen te doen. En ik bedoel, als we het niet samen zouden doen, zou ik een heleboel dingen ook in mijn leven niet hebben kunnen bereiken. Dus ik vind het belangrijk om dit te steunen. Ja. Voor de leerlingen is een dagje vrijwillig klussen tijdens NL Doet een belangrijke les. Nou, dat ze leren, dat ze ook in het latere leven, dat vrijwilligerswerk heel belangrijk is. Voor verenigingen, voor alles, alle instanties. Dat ze weten van, ja, dat hoort er ook bij. Tot zover het weekoverzicht met het nieuws van Sleutelstad. Blijf op de hoogte van het nieuws uit de regio via de app, radio, televisie, website en social media. Nog een hele fijne dag. It is Unity.